ben zeer vereerd dat ik hier mag zijn voor het boek wat ik zowaar helemaal gelezen heb. Want ik dacht, ik weet er niks van, maar ik moet er straks heel veel van weten, want ik ga naar Indonesië toe om een documentaire te maken. De bedoeling van die documentaire is dat we nu eens gaan luisteren wat de Indonesiërs van ons vinden. Want er bestaat een opinie dat wij meer problemen hebben met het koloniale verleden dan de Indonesiërs. Maar waar is, als je aan die Indonesië krabt, blijkt dat toch wel degelijk een probleem te zijn, maar we hebben daar blijkbaar niet goed naar geluisterd. En misschien is het een probleem dat ze gemythologiseerd heeft, dat verworven is geworden. Maar ik kan u vertellen, ik heb een jaar of acht geleden een reis gemaakt door Indonesië met een groep schrijvers uit Zuid-Afrika, Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesische schrijvers. En we waren op verschillende campussen. En er was ook een schrijver uit Sint Maarten die elke lezing begon met de zin I'm the last slave of the Netherlands. Daarvoor het applaus. En ze waren zeer geïnteresseerd in deze jongeman. En ze waren ook zeer geïnteresseerd in Stello Duiker, een Zuid-Afrikaanse schrijver. En ze zagen eigenlijk al die mensen uit die oude koloniën als slachtoffers van de Nederlandse koloniale politiek. En mij als vertegenwoordiger van de nostalgie. Ook al zei ik, maar ik praat over ontwortelde migranten die uit hun tuin zijn gejaagd. En dat waren ook maar kleine mensen. Nee, de nostalgie. En toen ik ook nog eens een keer Sukarno nadeed door een bloempot op mijn hoofd te zetten. En ze zei dat ik mij Ayam Senang voelde, toen werd ik met de dood bedreigd, geloof ik, op dezelfde kant gehaald. Maar ik had dus ook de gelegenheid met allerlei studenten te praten over dat verleden. En men zei wel, onder Suharto is de geschiedenis afgeschaft. Maar toch, nu er een zekere luxe is, nu er tijd is om na te denken over dat verleden, ook al weet je misschien niet alle feiten, weten ze nog wel de feiten overgeleverd uit de familie. En bleek er ongelooflijk veel verontwaardiging te leven onder de jonge mensen over onze Nederlandse aanwezigheid. Dus ik dacht, er is wel degelijk een probleem daar. Al die citaten die ik tegenkwam, die herinnerden me voor een deel aan de gesprekken vroeger, de gesprekken in het repatriantenhuis, de gesprekken bij ooms en tantes die voor de Shell en de KPM erg goed voor zijn mensen hadden gewerkt. En dan hoorde je inderdaad vaak het verhaal wat hier allemaal zo prachtig wordt aangetoond en citaten wordt verdeeld, dat er natuurlijk eigenlijk niet sprake was van een uitbuiting, maar er was zelfs een verlangen naar onderdanigheid bij de arbeidende bevolking. Er was ook niet sprake van dwang, maar er was een verlangen naar leiding die met graagte werd gezocht. Deze dingen die hoorde ik destijds in Zuid-Afrika, waar ik nog in de apartheidstijd was, aanvankelijk op keuring op de universiteiten te doen, maar al gauw andere stoute dingen te doen. Het was natuurlijk de bevolking zelf die als het ware verlangde naar die sterke hand, die wijze blik. Dat is wel een van de grootste schokken, die zelfverrijking. Ik had het kunnen weten, maar aangezien mijn familie met niks terugkwam, dacht ik dat het misschien wel meeviel. Maar verkeerde beroep. Heel mooi is een citaat, en daar wees de heer Breeman mij op, die ik trouwens helemaal niet ken. Ik ken hem uit geschriften. Maar ik was altijd zeer onder de indruk van hem, dus ik dacht, hupsakee, die man wil ik eens een keertje zien. En hij wees me op een citaat van meneer Bout. Meneer Bout was minister van koloniën uiteindelijk. Volgens mij is hij familie van Poupeers, want de heer Poupeers was met een meisje Bout getrouwd. Dat moet niet anders, dat kan niet anders. En als het niet zo is, verzin ik het nu ter plekke. Deze Bout die schrijft over de hoogst ingewikkelde verhoudingen die er bestaan tussen wit en bruin. Maar hij is er toch wel van overtuigd dat er maar één stamboom boven alle stambomen gaat. En dat is wel de stamboom van het blanke ras. En al die andere mensen, dat zijn maar treurige loten. En die moeten wij helemaal ook niet willen verheffen. En moeten op en gaan opleiden, want dat leidt maar tot narigheid. Want ze zijn ook niet erg slim. En de geschiedenis leert dat de aanraking van het blanke mensenras met donkerkleurige steeds tot uitkomst heeft gehad de onderwerping der laatste door het eerste. Bij de zwarte rassen heeft deze ervaring overtuiging ontstaan dat de blanke tot een hogere orde van schepselen behoort en dat het in beide bestemming ligt de ene om overheerser, de ander als overheerster te zijn. Dat recht van overheersing wordt echter in de strengste zin beschouwd als een eigenschap van het zuiver blanke ras. Zodat, terwijl de zwarte zich het weer voor de blanke werft, hij met blijkbare tegenzin aan de band van gemengd bloed gehoorzaamt. Dat hoor je altijd. Ze zijn zelf ook altijd zo racistisch. Kijk maar hoe. En dat is het aardige ook van het hele boek.
Het haalt een soort spiegel op, al gaat het over het verleden, het laat ontzettend veel zien over hoe onze tijd nu in elkaar zit. Vooral bijvoorbeeld waar het gaat om zaken des geloofs. De spot, de minachting, waarmee werd gesproken over het geloof, de islam, dat natuurlijk een bron van fanatisme was, maar vooral een bijgeloof. En dat bijgeloof dat werd dan bestreden door traktaten waarin het ware geloof, ik neem aan, de Nederlands hervormde geloof werd nadrukkelijk en vooral episode uit onze vaderlandse geschiedenis. Nou ja, daar zou ik mezelf, als ik dat moest lezen, ook een boerka van aantrekken. Maar je ziet in ieder geval dat die kern van het fanatisme, dat zoeken naar iets eigens, ook al was het dan een geïmporteerd geloof, er zat bijna niks anders op in het voortdurende ontkenning. En de spot, de neerbuigendheid, dat heeft tot fanaticiteit geleid en zal het altijd blijven leiden. En er moet nog maar een soort draagbare Breeman gemaakt worden, mevrouw de uitgever. Waarin uit alle artikelen eerder, fantastische stukken die in de gids hebben gestaan, die in het eerste koelieboek hebben gestaan, een beetje snappy bites voor de lui in de Tweede Kamer, die nou eenmaal beginnen te ja, die moet op Twitter-niveau gebracht worden, laat het zijn. Want het is bagage voor het debat van morgen. Dank u. De sociaal wetenschappers wil die nitty-gritty van de geschiedenis vermijden. Die historici wil gewoon die feitjes op een rijtje hebben en niks te maken hebben met dat oppervlakkige theorie. Ik denk dat dit is een grote verlies aan beide kanten. En iedereen die de werk van Jan Breiman kent, ziet dat dat dwarsverbinding tussen het bewustzijn uit de sociale wetenschappen met de degelijk onderzoek in de archieven leidt tot een boekenbenadering die beter is dan of. Dat er is een inheemse perspectief, dat er is een koloniaal perspectief, is beide reëel, maar ook heel kunstmatig. Het is reëel omdat mensen denken in die termen, ook racistische termen, maar het is irreëel omdat binnen beide categorieën er zijn grote verschillen van klas, van belang, van cultuur en er zijn ook allianties die tussen die twee groepen gaan. Het heeft geen enkel zin om bijvoorbeeld te zeggen ik sloot de inheemse perspectief af van de koloniaal. Die twee dingen werken op elkaar in, ze creëren elkaar en ze kunnen niet begrepen worden zonder elkaar. Omdat wat gebeurt is eigenlijk een soort kolonisatie van de wetenschappen van die koloniale visie. En wij moeten ook weten dat die koloniale staatsarchieven zijn geschreven met één oog op de baas. Je schreef gewoon de dingen die ook je carrière wil helpen en je schreef gewoon de dingen die passen in de heersende ideologie, ook als je persoonlijk denkt dat het niet zo legitiem is. Heel veel analyses die of van bovenaf globaal of naar de hele samenleving kijken, vergeten de mensen nog steeds. Dat gaat nog steeds door. Ik kan het niet nalaten om nieuw even te wijzen op bijvoorbeeld het rapport. Interessant op zichzelf, van de Wetenschappelijke Raad van Advies over de ontwikkelingssamenwerking. De mensen zijn daar totaal afwezig. Het is geen etatistische benadering, pertinent niet. De poging om ook iets te zeggen over de benadering van buitenaf, over globale invoeren op processen. Maar het is een benadering van een proces waar de mensen totaal afwezig zijn. Ik ben er een voorstander van dat al die processen altijd complementair op de drie manieren worden bekeken. Zowel van onderaf, zowel coherent nationaal, als ook van buitenaf. Dat is de enige manier om te begrijpen hoe die processen dan inderdaad zich afspelen. Er werd bijvoorbeeld na de afschaffing van het triangelstelsel gezocht naar, citeer, werkwijze die voor de bevolking minder bezwaarlijk zou zijn, maar voor de schatkist niet minder profijtelijk. En daarmee is een kenschets gegeven van heel erg veel beleid in landen. We willen best proberen om een klein beetje minder bezwaarlijk te laten zijn, alleen maar om te voorkomen dat er verzet optreedt, maar het mag pertinent niet minder profijtelijk zijn. Het is een heel klein beetje verheffing, maar de ongelijkheid wordt steeds groter. Ik stel vast, dat koloniale profijt heel lang doorwerkt, decennia lang.
En dat eigenlijk het koloniale profijt dat het resultaat is geweest van zeg maar, de afroming van het economisch surplus die wij in die koloniale periode hebben gepleegd, onze staat heeft gesteld onszelf een voorsprong te verschaffen. En eigenlijk alle koloniale mogelijkheden in staat heeft gesteld via hun koloniale relaties een voorsprong te verschaffen, die wordt gebruikt. Die voorsprong is er nog steeds, die is niet ongedaan gemaakt. En bovendien wordt die voorsprong op een zodanige manier gebruikt dat eigenlijk daardoor neocoloniale verdere voorsprong situaties worden gefinancierd. Bijvoorbeeld door de financiering van technologisch onderzoek, bijvoorbeeld door de financiering van de intensivering en van de research in de landbouw, om het wat te noemen, waarmee we dan wederom markten beïnvloeden in de desbetreffende landen. Het koloniaal profijt dat destijds is gecreëerd, werkt heel lang door, op verschillende manieren, ook in economische zin, en wordt gebruikt om de ongelijkheidsverhoudingen nog verder te verscherpen. Wat ik dus eigenlijk net melden, namelijk de, ja, bij een grenzeloze boosheid die ook uit je boek spreekt, waar komt die nou eigenlijk van? Moeilijke vraag? Nee, maar toch een gecompliceerde vraag als je daar een beetje inhoudelijk op wil antwoorden. Omdat bij het schrijven van dit boek over 150 jaar gaat, ik toch voor ogen heb gehad het leed en het onrecht dat is aangedaan aan generaties van Javaanse boeren, wiens stem geen gehoor heeft gevonden in de geschiedschrijving. En het is eigenlijk vanuit dezelfde gezindheid dat ik ook mijn onderzoek in Gujarat doe, dat zich ook richt op degene die aan de bodem van het bestaan leeft. Als wij niet de moeite nemen om te belichten hoe het hen vergaat, en dat is heel slecht en heel slecht geweest, en nog niet veel beter, zoals Jan van terecht heeft gezegd, dan is het toch ook onze taak om daar over te verhalen. Om dat over het voetlicht te krijgen. Om niet te zeggen, we hebben het niet geweten.